voor de eerste keer de Vierdaagse lopen, maar geen idee waar je beginnen moet? Voorbereidingsprogramma Via Vierdaagse sleept debutanten door hun eerste Vierdaagse. Wandelbot KWBN heeft dit programma ontwikkeld en de inschrijving ging gisteren voor de 12e keer van start. Nu is het nog rustig op de wedren in Nijmegen, maar over een paar maanden ziet het er ongeveer zo uit. Jillis liep vorig jaar zijn eerste Vierdaagse en met succes. Dat was een hele mooie ervaring samen met mijn broer en mijn vader. Je loopt er langs hele mooie routes. Heel veel sfeer, heel veel leuke mensen. Jillis maakte vorig jaar gebruik van het programma Via Vierdaagse, die wandelaars tot in de puntjes voorbereidt op hun 40 of 50 kilometer. Dit is ooit in 2008 in samenwerking met Stichting De Vierdaagse ontwikkeld, omdat er best een hoog uitvalpercentage was onder debutanten. Omdat die toch vaak onderschatten wat de Vierdaagse inhoudt. Die denken dan, 30 of 40 of 50 kilometer, best een afstand, gaat me wel lukken. Alleen, je loopt het wel 4 keer, dus je loopt eigenlijk 120, 160 of 200 kilometer. En dat vergt toch echt wel een hele goede voorbereiding. En die voorbereiding krijg je op een presenteerblaadje aangereikt door dit trainingsprogramma. Gemiddeld loopt dan ook 93% van de Via Vierdaagse deelnemers de Vierdaagse succesvol uit. En welke tip heeft Jillis nou door de 200 kilometer gesleept? Ja, dat je wel moet gaan trainen met de tas waarmee je gaat lopen. Want als je 4 keer 50 kilometer loopt, gaan geven wel plekjes schuren. En als je dan net niet gewend bent om met iets te lopen, dan is het wel fijn dat je daarmee geoefend hebt. En dat is wel echt een hele andere tip.